Ja, welkom kijkers. Dit is weer een uitzending van De Dikke Filosoof. En u weet het, ik reis regelmatig de hele wereld over om overal lezingen te geven en te vertellen over de diepere gedachten en de vragen waar de mensheid eigenlijk mee worstelt. Het zijn filosofisch getinte lezingen. En zo kom ik natuurlijk op heel veel plekken op de wereld. En zit ik ook heel regelmatig in hotelkamers, zoals deze hier in Seattle. En op het moment dat ik dan in zo'n hotelkamer zit, dan heb ik natuurlijk alle tijd om eens te reflecteren. Om eens na te denken over echte filosofische onderwerpen. En dit keer wil ik graag met u praten over het wezen van geluk. En zij die wel eens vaker filmpjes en uitzendingen van mij gezien hebben, die weten dat ik eigenlijk heel vaak probeer woorden te duiden door te gaan naar de oorspronkelijke taalkundige oorsprong van zo'n woord. Nou, als je dan je afvraagt, wat is geluk? Wat is geluk? Dan is het belangrijk om eens eventjes na te denken over wat dat woord geluk eigenlijk allemaal in zich heeft. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat geluk wel heel erg lijkt op gelukt. En als iets gelukt is, ja, dan geeft dat natuurlijk een gelukzalig, een geluksgevoel. Dus geluk heeft eigenlijk alles te maken met succes en met slagen. Er zijn ook heel veel mensen die het heel fijn vinden om met hun handen vol met gel, van dat spul, een baby in te smeren. He, dan heb je dus gel op een uk, gel-uk. En dat is ook eigenlijk een vorm van geluk voor heel veel mensen. Zelf weet ik niet of ik daaraan moet denken, maar daar gaat het niet om. Wat ook vaak een goede methode is om eens eventjes na te denken over waar een woord vandaan komt en wat het betekent, is om te kijken waar het op rijmt. Als je bijvoorbeeld denkt over geluk en dat rijmt op onder het juk, nou, dan is natuurlijk een rijm vaak juist iets wat er tegenover staat. Dus het tegenovergestelde van onder het juk vandaan komen. Dus onder het juk zijn, het tegenovergestelde daarvan is onder vandaan komen vrijheid. Vrijheid is een vorm van geluk. Je zou kunnen zeggen het rijmt op Pietje Puk. Dus als je veel mensen kent, Pietje Puk staat natuurlijk gewoon symbool voor Jan met de pet, voor wie dan ook de mensheid. Hè? Je Facebook vrienden waarvan je denkt, wie zijn dat in hemelsnaam? Nou, Pietje Puk staat daar symbool voor en het kennen van Pietje Puk, dat geeft geluk, zou je kunnen zeggen. Een lekker stuk. Laten we eerlijk zijn, seks is voor de mensen natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En seks met een lekker stuk, dat is natuurlijk gewoon het fijnste wat er is. Dus dat geeft ook weer geluk, lekker stuk. Geluk. Ik denk dat je ook zou kunnen zeggen dat een barkruk voor sommige mensen geluk geeft. En dus een barkruk natuurlijk symbool voor drank, het vergeten van het ongeluk. Dus dat geeft dan ook weer geluk. Humor en entertainment, dat zijn ook dingen die de mensen geluk geven. Het is daarom ook niet voor niks dat Walt Disney, een grote naam uit de entertainmentindustrie, toen hij ging nadenken over wat voor personage kan ik nou bedenken wat gewoon echt helemaal op dat geluk slaat, dat hij kwam met Donald Duck. Het Donald Duck zorgt voor veel geluk. Mensen vinden het ook vaak fijn om eens eventjes lekker de boel los te kunnen gooien. En zeggen, ik heb met niemand wat te maken, what the fuck? En als je zegt, what the fuck? Dan is dat dus ook voor veel mensen eigenlijk een vorm van geluk. Zo is het ook zo dat mensen het vaak leuk vinden als ze een ander een beetje in de maling kunnen nemen. Als je tegen een ander kunt zeggen, ik heb je tuk. Dat is ook een vorm van geluk. Nou ja, ik denk dat het eigenlijk verder wel duidelijk is. Ik stop ermee, want ik zit stuk.